Ik ga jullie vandaag meenemen in een sterrenkijkenbaby. Oftewel, een baby die geboren wordt. Let op, hè, echt op het moment dat hij geboren wordt en dan als sterrenkijker ligt. Hoe weet je dat? Hoe kan je daarachter komen? Hoe kan je het voorkomen? En waarom is het als een baby in een sterrenkijkerpositie ligt, vaak, niet altijd, soms en soms ook helemaal niet, wat lastiger en wat moeizamer om geboren te worden? Ik was toevallig laatst als doula bij 2 bevallingen waarin de baby als sterrenkijker lag, van de 4 in 1 maand. Dus dat was 50%. En toen dacht ik, ja, ik ga er gewoon even een blog over schrijven en een vlog over opnemen. Nou, die kijken jullie nu. Anyway, een sterrenkijker. Je kan in de zwangerschap zeker wel zien dat de baby als sterrenkijker ligt. Dat is helemaal niet zo relevant. Je verloskundige of je gynaecoloog zal daar ook helemaal niet naar kijken. Of zal er ook helemaal geen uitspraak over doen. En waarom niet? Omdat het niet zoveel uitmaakt. Want zo'n baby's hoofdje draait alle kanten nog op. Dus dat maakt helemaal niet uit of die op dat moment als sterrenkijker ligt. Dat geeft jou als zwangere eigenlijk alleen maar onrust. En dat is helemaal nergens voor nodig. Dus vraag het ook niet aan een verloskundige. Laat het los op het moment dat je een opmerking erover hoort. Het geeft helemaal niks. Ik geef zelf ook een eendaagse zwangerschapscursus. Dat doe ik samen met Claire. Claire is eerstelijns verloskundige. En zij zegt altijd tijdens de cursus, dus ja, ik quote maar even haar. Een sterrenkijkerbaby neemt de moeizame buitenbocht in plaats van de snelle binnenbocht. En dat betekent, je baby heeft simpelweg wat meer tijd en wat meer kracht nodig. En dat is met name bij een eerste geboorte, hè? Dus bij een eerste bevalling, bij je allereerste kindje. Bij je baby die daarna komt, nou, daar zal het allemaal wat makkelijker en wat soepeler gaan, ook al is dat een sterrenkijker. Een sterrenkijker is gewoon een variatie op de ligging van je baby. Optimaal ligt je baby met het hoofdje naar beneden. Ja, als het met zijn billetjes naar beneden ligt, noem je het een stuitligging. En ligt het met zijn hoofdje naar beneden, maar met zijn gezichtje gedraaid, dan noem je dat een sterrenkijker. Een sterrenkijker heeft dus zijn naam verdiend aan de ligging. Dit is de baby. En dit is jouw bekken. Idealiter ligt je baby dus met het hoofdje zo. Hè? Met het hoofdje zo. Achterhoofd ligt dus aan deze kant, aan je schaambod. En dan met de voorkant ligt hij dus hier bij je stuitje. Bij je staartbeen. Kijk, daar komt het gezicht uit. Als je ook ziet met vorm van het bekken en met vorm van het hoofdje, dan is dat eigenlijk perfect op elkaar afgestemd. Hè? Dat gaat heel soepel. Nou, ging het natuurlijk maar zo soepel. Maar dit is dus hoe een normale hoofdligging ligt. Op het moment dat jouw baby als sterrenkijker ligt, is die dus gedraaid. Oftewel ligt het gezichtje, dus met zijn oogjes, zijn neusje en zijn mondje omhoog. En dan hebben we het dus over een sterrenkijker, oftewel hij kijkt naar de sterren aan de hemel. Dan zie je meteen, als we hem dan zo geboren laten worden, dat dit echt wel wat moeizamer gaat dan wanneer hij andersom ligt. En dat komt, idealiter ligt een baby met zijn kin op de borst. Dan gaat hij erin. Maar ja, dit is dus al niet goed op elkaar afgestemd. Dus ik moet hier echt kracht op zetten. Wil die baby er doorheen komen? Dat is dus waarom een sterrenkijkersbevalling vaak wat moeizamer en wat lastiger gaat. En waardoor je wat meer kracht nodig hebt. Want deze bocht maken is gewoon lastig. Terwijl bij de andere kant op, ja. Als de baby zo ligt, gaat hij gewoon lekker soepel er doorheen. Tot in tegenstelling van de sterrenkijker. Maar ook de sterrenkijker komt er gewoon uit. Nou, nu we dat weten. Hoe herken je een sterrenkijker? Dat is misschien fijn, hè? Wat kan je er nou aan doen? Het fijne is dat je er wat aan kan doen. En het fijne is ook dat je het kan herkennen. Sowieso kan je verloskundige het herkennen door middel van een touché. Oftewel, ze gaat voelen in je vagina. Kijk, en waar voelt zij naar? Zij voelt die fontanellen, die schedelnaten en die andere fontanellen. Dus ze voelt naar 2 fontanellen, schedelnaat. Je kan je voorstellen als je baby zo ligt en de verloskundige voelt, dan voelt ze deze, de voorfontanel of de achterfontanel. Daaraan weet ze dus in hoeverre dat hoofdje andersom ligt en of die dus naar de sterren kijkt of naar beneden.
Voor de verloskundige is dit niet altijd even makkelijk of even duidelijk te voelen. En dat komt soms staan je vliezen nog. Dus dan zit er een vlies en vruchtwater overheen of voordat je het kan voelen. En soms, omdat het kindje gewoon vast zit in dat bekken, omdat die bocht zo moeilijk is, komt er zo'n tuut op dat hoofd. Zo. Ja, en voel dan maar met een zwelling en vocht erin. Ja, hoe dat hoofdje precies staat. Dus dat is echt niet één op één direct makkelijk te voelen. Je kan het ook merken. En je kan het merken doordat je vervroegd persdrang hebt. En dat komt dan weer, omdat nou, dan vis ik die baby in het bekken. Er maar weer eens uit. Die baby's achterhoofd is forser. En die drukt eerder op die achterkant, op je anus. En daar komt persdrang vandaan. Dus vaak zie je... Vaak, niet altijd, dat je vervroegd persdrang hebt. Zo met zo'n centimeter 6, 7 heb je echt het idee dat je echt moet persen of dat je moet poepen. En je weet, er komt daar een drang op te staan. Dat is vervroegde persdrang. Dat is een indicatie, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Laten we wel wezen, soms heb je ook vervroegde persdrang bij een gewone hoofdligging. Dus het is niet één op één toe te passen. Daarnaast vind ik als doula... Dat je vaak ziet dat een baby die in stuit ligt, of in als sterrenkijker ligt, sorry, dat komt natuurlijk door mijn stuitexpertise. Een baby die als sterrenkijker ligt, zie je vaak wat kamelenweeën. Normaaliter is het een wee, is er niet, komt op, piekt, zakt af en is weer weg. En in die rust neem jij je rust en in die piek ga je mee, probeer je rust te bewaren, ontspan je weer helemaal als die wee weer afneemt. En dat is het moment waarop die baby druk aan het zitten is op die baarmoedermond, waardoor jij ontsluiting krijgt. Wat je dan ziet met een kamelenwee is dat er rust is, piek, zakt af en in plaats van dat hij helemaal naar die nullijn gaat, zakt hij af en komt hij weer omhoog. Piekt hij weer en dan zakt hij weer af. En dat is wat je... Een patroon wat ik vaker zie op het moment dat je denkt, hey, wat is hier aan de hand? En dan blijkt bij de geboorte dat we het hebben over een sterrenkijker. Hoeft niet, in mijn opinie, hè, bij de bevallingen waar ik ben bij geweest en ook wat ik van mijn mededoula's weet, is dat wel vaak zo. Dus dat zijn de indicaties. Je hebt vervroegd persdrang bij 6 à 7 centimeter. Je kan last hebben van kamelenweeën, je verloskundige kan het voelen. Je weeën kunnen ook wat tussendoor sluimeren. Dus waar je normaal die rust hebt, piek en weer rust, is het rust, piek, weg, blijft een beetje hangen, piek, blijft een beetje hangen. Dus je hebt het gevoel dat er de hele tijd maar een beetje druk daar beneden staat. Niet per se persdrang, maar wel wat druk. Dat kan een goede indicatie zijn. En wat een goede indicatie is, is als je ontsluiting niet vordert. Dat hij gewoon simpelweg blijft hangen. En waar die dan blijft hangen, of dat nou op de 5, 6, 7, 8 is, 9 wellicht. Dat kan allemaal mee te maken hebben dat die baby er gewoon niet goed doorheen komt. Dus je hebt goede krachtige weeën. Dat is belangrijk. Die baby gaat druk zetten op die baarmoedermond. En die baarmoedermond die gaat maar niet verder open. Omdat de baby daar niet goed druk op kan zetten. Omdat die blijft hangen in dat kanaal. Nou, dat zijn indicaties dat je te maken hebt met een sterrenkijker. Dat gezegd hebbende, wat kan je er dan aan doen? Nou, je kan er dus zeker wat aan doen, namelijk ruimte maken. Ruimte, ruimte, ruimte in dat bekken. Want daar moet die baby doorheen. Hè? En die moet daar doorheen met dat hoofdje. Nou, weet niet of jullie dat ooit wel eens hebben geleerd, maar op het moment dat je verticaal bevalt, heb je bijna 30% meer ruimte. Dat is ook wetenschappelijk bewezen met hele echo-scans, MRI's tijdens de geboorte. Maakt allemaal niet uit. Maar waar het op neerkomt is als je ligt. Doe het even zo. En dan zit je gewicht natuurlijk hierop. Let op wat er gebeurt met die uitgang. Die wordt smaller. Oftewel, krapper. Op het moment dat je verticaal bevalt, komt je druk hierop. Want dan staan hier je benen, je heupen. Kijk wat er gebeurt met die ruimte. Die wordt groter aan het einde. Nou, het begin iets smaller, maar op het einde, waar die baby doorheen moet, wordt die groter. Het loont dus om verticaal te bevallen. Nou, wat is verticaal bevallen dan? Squattend, op je hurken, op een baakruk, op handen en knieën, in een bevallingsbad, hangend op een skippiebal of in je ziekenhuisbed of op je eigen bed. Met je rug tegen de muur aan of tegen het einde aan van het bed. Dat je dat bed omhoog zet. Dat je daar op je knieën gaat zitten en met je bovenlijf tegenaan hangt. Dat is ruimte maken in je bekken. Dan lopen,
Met één been bewegen op een stoel. Dus je gaat niet stabiel staan. Dus zodat je je bekken wat meer gaat liften. Wat je namelijk daarmee probeert te doen is door meer ruimte te bieden. Dat je kindje denkt, hey, ik lig zo. Maar ik voel dat er meer ruimte is om zo te bevallen. Dus door die ruimte te geven, kan je kindje die ruimte pakken. En dat hoofdje laten draaien. Ik ga jullie zo wat houdingen laten zien. Dan kan je dat eventueel toepassen tijdens de geboorte. Nou, kan je dan ook nog wat doen voor de geboorte? Zeer zeker. Ruimte maken in je bekken. Dat wil zeggen, blijf recht zitten. Ga niet onderuit gezakt zo liggen op je bank. Wat super lekker is. Kijk, mijn kat komt er meteen weer bij. Dit is heel fijn in deze houding liggen. Oh, ik ben echt moe. Maar daardoor gaat je bekken, eigenlijk gek gezegd, een beetje zo staan. En dat is dus weer wat smaller. Dus natuurlijk kan je gewoon zo gaan zitten. En natuurlijk kan je een avondje lekker zo gaan liggen. Maar doe het niet 7 avonden in de week. Schaf een skippiebal aan, zo'n zwangerschapsbal, fitnessbal. Ga daar af en toe op zitten. Het is echt heerlijk. Het is hartstikke zacht, weet je. Het is ook fijn voor je billen, voor je staartbeentje. Hè? Dat doet gewoon pijn op een gegeven moment. Je weet ook niet meer tegen het einde hoe je moet zitten, liggen. Nou, zo'n skippiebal is hartstikke fijn. Draag geen hakken. Dat is ook zoiets. Gewoon geen hakken dragen. Want daarmee kom je naar voren te staan. En door te voren te staan doet je bekken dit ook. Dat waren ze wel een beetje. Ja, op handen en knieën zitten. Dat bekken bewegen kan ook lekker ter ontspanning zijn. En verder, een kindje gaat toch gewoon liggen zoals die wil liggen. Dus je kan hem ondersteunen door ruimte te geven in het bekken. Het is niet zo dat als een sterrenkijker ligt, dat jij iets fout hebt gedaan. Helemaal niet. Helemaal niet. Een kindje heeft gewoon een voorkeurshouding. En tijdens het geboorteproces, tijdens die bevalling, wil die baby wel draaien. Nou, en soms lukt dat. En soms lukt dat niet. En dan heb jij gewoon net wat meer kracht nodig. En heel vaak lukt dat zelf. En soms heb je daar een ondersteuning bij nodig van het ziekenhuis. Door middel van bijvoorbeeld een infuus om je weeën wat krachtiger te maken. Maar goed, met dit hele verhaal hoop ik dat je een beetje inzicht hebt gekregen in wat is een sterrenkijker? Wat kan je doen op het moment hoe herken je het? Wat kan je doen op het moment dat je erachter komt? En in de preventie, dus eigenlijk aan de voorkant, hoe voorkom je hem? Nou, ik hoop dat je het super interessant vond. Laat een reactie achter in de comments als je denkt van hey, hier heb ik wat aan gehad. Of hey, dit herken ik. Of ik heb nog iets aanvullends. Superleuk. Je kan mijn blogs lezen op mijn website. En volg me op social media. Daar geef ik je nog meer van dit soort handige tips. Doei!